onderwerpen. VVD-leider Bolkestein wil van het debat over de positie van minderheden een volwassen en robuuste discussie maken. Hij zei dat dit weekende op de partijraad van de VVD. De liberale fractieleider ligt zwaar onder vuur vanwege zijn mening over de wijze waarop allochtone Nederlanders zich zouden moeten aanpassen aan onze samenleving. Spijt van zijn uitlatingen heeft hij niet. De reacties bewijzen dat er onder de oppervlakte veel ongenoegen is, aldus Bolkestein. Hij is door de Islamitische Raad uitgedaagd voor een discussie. Parlementair verslaggever Jan Driessen loopt op dat debat vooruit. VVD-leider Bolkestein vergaderde het afgelopen weekend 2 dagen lang met zijn eigen achterban in een bloedheet congrescentrum in Amersfoort. Hoofdpunt van discussie, het minderhedenbeleid. Keer op keer starten wij op emotionele en vaak onheuse reacties. Over de zaak zelf bestaat vaak geen meningsverschil. Alleen mag de VVD er niet over praten. Wat een onzin. Als de discussie op zo'n onvolwassen wijze wordt gevoerd, komen wij er nooit uit. Wij zijn de enige liberale partij van Nederland. Is het mogelijk om morgen een spoedbijeenkomst van het DB te organiseren in de Javastraat? En dan moeten we dan even een aantal reacties maken, met name naar de heer Bolkestein. De kersverse voorzitter van de Islamitische Raad, de heer Tjouros, coördineerde de afgelopen dagen de reacties op de uitlatingen van Bolkestein over polygamie bij moslims. Het hebben van meerdere vrouwen dus. Bolkestein doet hiermee volgens hem mee aan stemmingmakerij, want volgens de Nederlandse wet is het gewoon verboden. Nou, hier staat het zwart op wit. Duidelijker kan het denk ik niet. Om het kopje bigamie, artikel 237, wetboek van strafrecht. Dus wettelijk is het verboden en het kan dus ook niet. En u vindt ook dat het verboden dient te blijven, dat dat nageleefd dient te worden in Nederland? Jazeker, we leven hier in Nederland met Nederlandse regels, wetten en normen. En als de wet dat zegt, dan moeten we daar ons natuurlijk aan conformeren. En dat doen de moslims ook. En dat doen de allochtonen. Dus het verbaast mij waar de heer Bolkestein zijn verhaal vandaan heeft. En daar ben ik dus graag in geïnteresseerd. Tjaskoen Tjouros is 28 jaar, bijna afgestudeerd rechtenstudent, werkt op een advocatenkantoor in Haarlem, is tolk bij rechtszaken en bestuurslid bij tal van minderhedenorganisaties waar hij adviseert en voorlichting geeft. Ja. Pak hem er gelijk mee. Ik ben al te laat, zie ik. Nou, behoorlijk. Ook hier bij het Instituut voor Internationale Migratie hebben de uitspraken van Bolkestein kwaad bloed gezet. Ja, we hebben het nog niet besproken, de reactie op meneer Bolkestein. Hè? Ja. Besloten wordt om een ingezonden brief aan de Volkskrant te sturen. De Volkskrant heeft gebeld en heeft gezegd, we hebben de reactie ontvangen. Ja. Wij willen een naam eronder hebben. Ja. En toen hebben we de naam gegeven en ze hebben toen gezegd, maar dat betekent niet dat wij het gaan plaatsen. Ja, dat is de vrijheid van de krant natuurlijk. Ja. Bij de VVD begint op dat moment en onder tropische omstandigheden het avonddebat over de minderheden. Misschien zijn er een paar sterke mannen om te vragen om daar iedereen van die kap af te halen. Dames en heren, van harte welkom terug in de zaal voor zover van toepassing. Een aantal van u is erin geslaagd om nog een koel drankje te bemachtigen. Gefeliciteerd daarmee. En even later begint dan toch het forum. Een gewaagd experiment waarmee de VVD wil laten zien dat ze de minderheden wel degelijk serieus neemt. Want achter de tafel zitten niet alleen voorstanders van het VVD-beleid, maar ook vervente tegenstanders. Ik ben zelf niet zo heel erg gelukkig over de inhoud, over de thema's die aangekaart worden. Hoeveel vrouwen iemand heeft vind ik volstrekt oninteressant. Het gaat mij... Ja, misschien u wel. Hoeveel vrouwen meneer Bolkestein heeft interesseert mij ook niet. Dus... Dat is, de inhoud is een beetje, slaat voor mijn gevoel de plank mis, maar... Bent u geschrokken van de hevige reacties? Nee, ik schrik niet zo gauw. Vindt u terecht? Nee, ik vind het onzin om te spreken over stemmingmakerij of over
stigmatisering. Kijk, deze discussie die lijkt als twee druppels water op de discussie van het begin van de jaren 70. Toen Hans Wiegel sprak over misbruik van sociale zekerheid. Toen werd precies datzelfde woord stigmatisering gebruikt. Als ik mij uitspreek tegen polygame gezinshereniging. En als iedereen mijn mening blijkt te delen. Hoe kan dat stigmatiserend zijn? Ik vind dat. Ja, dat is toch niet een volwassen wijze om een discussie te voeren. Hoe kan dan? Zegt de voorzitter van de Islamitische Raad. Hoewel die het met veel van uw uitspraken in principe zelfs eens is. Maar door het iedere keer toch te verbinden met de islam en die islamitische gemeenschap, leidt het wel tot stemmingmakerij, leidt het wel tot aanslagen op moskeeën, leidt het tot verharding van onze samenleving. Ik geloof daar niets van. En ter verduidelijking, wat ik heb gezegd over polygamie, die korte passage en polygame gezinshereniging, daar komt het woord islam niet in voor. Helaas, de mensen lezen niet wat je schrijft. Ze lezen wat je denken dat je schrijft, of wat ze willen dat je schrijft. Een nuchtere beschouwing van die tekst zal uitwijzen dat het werkelijk zo voor de hand ligt wat ik heb gezegd. Dat die hele ophef die ervan gemaakt is, volstrekt voorbarig en overtrokken is. Voorzitter Tjuris van de Islamitische Raad vindt dat Bolkestein meer de nadruk had moeten leggen op de positieve ontwikkelingen die er zijn. Terwijl het VVD-congres aan de tweede dag begint, vertrekt op Schiphol een van zijn medewerksters naar een bijeenkomst over minderheden in Canada. Ik denk dat we toch meer moeten naar dit soort jongeren, die met name dus dat dit meer wordt belicht. Dat er dus ook positieve ontwikkelingen zijn in de migrantenvraagstukken en met name ook specifiek in dit bijzondere geval dan moslimmeisjes. En dat het niet allemaal kommer en kwel is. En dat wil ik met name de heer Bolkestein meegeven, dat hij nu eens moet ophouden met dat wijzende vingertje om moslims elke keer in een negatief daglicht te stellen. En daarvoor zou denk ik een publiek debat zo'n goede zaak zijn. Voorzitter, ik ben uitgenodigd om te spreken met de Islamitische Raad. Die uitnodiging heeft mij via de pers bereikt, maar daarom neem ik haar nog niet minder serieus. En mijn antwoord is als volgt. Ik neem die uitnodiging graag aan. Het zal mij een eer en een genoegen zijn om in een openlijk en openbaar gesprek te komen met de voltallige Islamitische Raad. In de Javastraat in Den Haag reageert het dagelijks bestuur van de Islamitische Raad enthousiast op de toezegging van Bolkestein. Ik denk dat we zeker een briefje moeten schrijven, of een briefje moeten schrijven, want de heer Bolkestein hebben we nog niet geschreven zelf. Dat we verheugd zijn in ieder geval dat de heer Bolkestein ingaat op onze uitnodiging. In de brief moeten we ook vermelden onze waardering voor de inzet van de heer Bolkestein om de discussie op gang te brengen over minderhedenzaken. Zulke zaken moeten wel bespreekbaar zijn in de samenleving. Op basis van de originele tekst van Bolkestein, die de Raad pas gisteren ontving, begint men te twijfelen over de zorgvuldigheid van de krantenberichtgeving. Want Bolkestein heeft het woord islam nergens in de mond genomen. De harde kritiek is daarom wellicht onterecht geweest. En we zullen erin ook moeten vermelden dat wij afgegaan zijn op wat wij in de pers hebben vernomen. Dus in die brief wel vermelden. Nee, maar daarom is het wel goed dat we dus duidelijk nu uit de eerste mond horen wat er wel of niet is gezegd. Vandaar ook dat ik zeg, een dialoog met die voltallige Islamitische Raad, erg graag. U zegt het al, eigenlijk is iedereen het met mijn standpunt eens in het land. Waarom zou ik het dan niet mogen zeggen? Maar merkt u dat ook? Ik krijg zeer veel brieven. Niet allemaal van mensen die het met me eens zijn, maar de 95%, 98%. En je merkt het ook in de reacties in de kranten. Mensen zeggen, A, goed debat, moet erover gesproken worden. B, misschien heeft Bolkestein nog gelijk ook. Maar C, hij mag het niet zeggen. Want, ja, wat zijn zijn bedoelingen? Ja, dan krijgen we een onzuiver debat. Wat verwacht u dat het gesprek gaat opleveren? Ik denk zeker een eerste kennismaking met de heer Bolkestein. Ik denk dat we het op een aantal punten zeker met elkaar eens kunnen zijn. Ik wacht het af. Ik heb er volste vertrouwen in. Ik ga het gesprek ook niet in met een gevoel van ik moet me verdedigen of ik moet aanvallen. Nee, ik zie het als een gesprek met iemand die ik erg respecteer ook. Iemand die tenminste het lef heeft gehad om bepaalde dingen aan te kaarten. Ik zie de heer Bolkestein als een vriend, alhoewel hij mijn vriend nog niet is. Maar ik ga naar het gesprek toe met de volste vertrouwen.
VVD-leider Bolkestein neemt de uitnodiging van de Islamitische Raad aan voor een openbaar debat over de positie van minderheden. Bolkestein wil een volwassen en robuust minderhedendebat. Ritueel slachten? Ja. Lijkbezorging overeenkomstig de islamitische rites? Ja. Andere zaken, besnijdenis van meisjes? Nee. Het thuishouden van islamitische meisjes die naar school moeten gaan, als ze de puberteit hebben bereikt? Nee. Polygamie? Nee. In Lissabon praten de 12 ministers... Klinkt duidelijk, hè? Hij heeft 2 keer ja gezegd en 2 keer nee. Ik denk dat we volledig met hem eens kunnen zijn. Polygamie nee, zei hij, maar er vindt dus helemaal geen polygamie in Nederland plaats. Dus ik weet niet waar we over praten, maar zoals ik hem nu zo hoor, kunnen we het volledig met de heer Bolkestein eens zijn. Zullen dat de debat trouwens met grote belangstelling gaan volgen de komende tijd. Sinds vrijdag hebben de voorgangers van veel christelijke kerken, Joodse genootschappen en islamitische organisaties kanselboodschappen voorgelezen tegen racisme en vreemdelingenhaat. En daarin is aan de gelovigen gevraagd om ook in hun persoonlijk leven racisme te bestrijden.